Klaas, leuk je weer voor de camera te hebben. Hoe is het bij MVV? Wederzijds dat ik weer voor de camera mag staan bij jou. Bij MVV is goed. Vandaag tegen je oude club gespeeld, hoe was dat? Bijzonder. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik tegen Top Os speel. En leuk om bekenden te zien. Mijn collega's van de afgelopen jaren, spelers van de afgelopen jaren. Ja, zoals je net hier ook hebt kunnen zien, zijn er nog een aantal spelers hier binnen geweest, mee gesproken. En ja, dat is leuk, dat is prettig. En dat tekent de onderlinge verhoudingen, de waardering en het respect wat er is. Ja, want je hebt heel veel jaar natuurlijk bij Top Os gezeten. En ik zie dat je ook net die waardering kreeg, zeg maar, door jou van je oude collega's. Ja, maar dat is wederzijds. Dat is van hun naar mij en van mij naar hun. En dat is prettig en dat geeft aan en dat tekent hoe wij met z'n allen gewerkt hebben daar. En dat is zeer prettig en ik draag de club een warm hart toe. En zeker ook de spelers en de staf waar ik mee gewerkt heb lange tijd. Ja, dan is het prettig om die vriendschappen hier weer na de wedstrijd terug te zien. En om daar weer met elkaar over zaken te spreken, over voetbal, maar ook over thuis. Over voetbal gesproken, ja. Vandaag in de laatste minuut kom jouw ploeg nog op 1-1 door Maatremans. Ook een oude bekende van Top. Klopt, gestolen punt tegen de verhouding in. Maar niet iets waar ik minder blij mee ben. Dus ik ben er zeer blij mee dat wij daar dat punt binnen weten te slepen. Echter, ik denk dat meer lag aan Top Os, dat die ons vandaag in leven hebben gehouden. Hoe heb jij de laatste tijd, zeg maar in de zomervakantie, teruggekeken op jouw periode bij Top Os? Op een mooie manier natuurlijk, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Maar ook op een emotionele manier. Er is veel gebeurd in de zomer. Een afscheid bij Top Os, wat mij betreft niet had gehoeven. Daarna heb ik een weekje bed gelegen met corona. Daarna is mijn vader helaas overleden, dus een zomer vol emoties. Waarbij ik natuurlijk uiteraard terugkijk op een hele tevreden manier bij Top Os en mijn afscheid bij Top Os gedurende 13 jaar. En ik denk dat we daar met mannenmacht hebben geprobeerd en er redelijk tot goed in zijn geslaagd om daar een sportief klimaat neer te zetten waarop verder geborduurd en gebouwd kan worden. En met twee keer het linker rijtje als succes en één keer zelfs de play-offs als succes vooral gehaald. En ik heb mezelf daar als trainer kunnen ontwikkelen, kunnen doorgroeien. En ik heb daar herinneringen liggen, warme herinneringen. En Top Os zal altijd een plekje in mijn hart houden, bewaren en blijven. En dat is iets wat ik koester. Een echt clubmens. Ik denk dat iedereen jou nog een heel veel succes wenst bij MVV dit seizoen. En het gaat je goed. Dankjewel. Eens gelijk.